naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, ons aller Jeroen Dominicus Jozef Buve, doctor in de filosofie, is op 30 augustus overleden. Hartelijk welkom u allen die u gekomen bent om afscheid te nemen. Hartelijk welkom in het bijzonder jij, zijn zoon Siebrand. Jij, zijn zoon Gulliver, met je vrouw Gerda en jullie kinderen Christian en Anne Fleur. De echtgenote van Jeroen, Letizia, kan vandaag om gezondheidsredenen helaas niet hier zijn. Siebrand en Gulliver, jullie verbondenheid met je vader, hoe jullie met hem opgetrokken zijn, hem begeleid hebben door alles heen tot het laatste toe. Dit is uniek, groots. Hartelijk welkom ook alle andere familieleden, vriendinnen en vrienden. Hartelijk welkom iedereen hier aanwezig. Wij alle waren op verschillende wijze met Jeroen Buve verbonden. Mijn naam is Heinz-Georg Zurmund. Ik ben priester van het Bistum Münster in Westfalen. Jeroen en ik zijn bevriend sinds ruim 50 jaar. We waren toen allebei ingeschreven bij de Katholiek Theologische Faculteit aan de Universiteit Münster. Jeroen werd toen Sergius genoemd. In die tijd was hij monnik in de abdij Chevetonje. Ik was priesterstudent die zojuist begon aan zijn studie. De concelebrant van deze viering, dokter van Eyck, werd nog veel vroeger dan ik tochtgenoot van Jeroen. Pastor van Eyck is priester van het bisdom Rotterdam. Hij leerde Jeroen reeds in het jaar 1948 kennen. Toen zij als scholieren elkaar tegenkwamen op het kleinseminarie Hageveld. Pastor van Eyck kon Jeroen nog kort voor zijn dood het sacrament van de zieken toedienen. Heel blij zijn wij dat wij u mogen verwelkomen, Monseigneur Philip Beer, oud-bisschop van Rotterdam. U was in jonge jaren medenovice van Jeroen in Chevetonje. U bent samen aan de monastieke weg begonnen. En u bent elkaar nooit kwijtgeraakt. Graag begroet ik ook de oud-klasgenoot Martin de Groot, emeritus vicaris generaal van het bisdom Haarlem. Herzlich willkommen. Jeroen en ook zijn zonen wollten gern, dass heute hier wenigstens seine deutschen Gäste in ihrer eigenen Sprache begrüßt werden. Nicht ohne Grund hat Jeroen seine Doktorarbeit in Deutsch verfasst. Er benutzte diese Sprache gern, weil er sie schätzte und weil er sich darin sehr gut auskannte und sich sehr gut mitteilen, ausdrücken konnte in Wort und Schrift. Ich möchte gern im Deutschen ein einziges Merkmal seiner Person andeuten: sein unvergleichliches, verschmitztes Lächeln. Bis zuletzt blieb es
ungemein gewinnend, unwiderstehbar. Nu Jeroen overleden is, blijft hij ons begeleiden in onze herinneringen. Daar zijn wij dankbaar voor. Nu zijn leven voltooid is, blijkt ten volle dat en hoe hij een godsgeschenk was. Een godsgeschenk is en blijft. We kunnen vanmiddag terugvallen op de geloofstraditie van de katholieke kerk. We kunnen dat, maar we moeten het ook wel. Dat we dit afscheid in deze kerk, met deze plechtige Rooms-Katholieke uitvaartliturgie vieren, inclusief Latijnse gezangen en gebeden, dit was de stellige wens van Jeroen. Wij aanvaarden deze opdracht in eerbied en dankbaarheid. Op deze manier wilde Jeroen bevestigen, definitief, wat in zijn geboortejaar 1935 begon. Toen werd zijn doopkaars ontstoken aan de paaskaars, die hier ook staat, midden naast het altaar. Het symbool van Jezus Christus, die door de dood is heen gegaan en tot nieuw leven is opgewekt. Niet alleen voor zichzelf, maar om ons allen mee te nemen naar het nieuwe leven in de heerlijkheid van God. In alle lichten die nu in deze kerk branden, maar meer nog in het licht van onze ogen, weerspiegelt vreugde. Vreugde over dit levenslicht, over de bijzondere uitstraling van deze mens, Jeroen. Jullie, Sybrand, Gulliver en Christian, zonen en kleinzoon, zullen nu de kaarsen rond de kist ontsteken. Jullie omringen vader en grootvader met vlammen, die naar het licht van de verrijzenis verwijzen. Als de kaarsen branden, zullen wij samen kunnen zingen in het mooie boekje dat u al bij u heeft. Zo vriendelijk en veilig als het licht.
De gezongen Gregoriaanse Kyrie wil ons meenemen naar de barmhartigheid van God. Fremder Gottheiten zu sein.
Er verkündete nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn zum Areopag und fragten: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Du bringst uns recht befremdliche Dinge zu Gehör. Wir wüssten gern, worum es sich handelt. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohnte. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden können, denn keinen von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Bild, Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten sie die einen, anderen aber sagten: Na, darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Tot sofern diese erste Lesung. Oh.
De Heer zij met u. Lezing uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam om te getuigen. Om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld was door hem geworden, en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijn, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of uit de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulke heerlijkheid als de enige geborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. We hebben Johannes getuigenis over hem toen hij uitriep: deze was het van wie ik zei, hij die achter mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Werd de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, hij heeft hem doen kennen. Zo spreekt de Heer. Zusters en broeders, in principio erat verbum. Precies een half jaar geleden, op 7 maart 2017, was dit het antwoord van Jeroen. In het begin was het woord. Op deze dag, op de drempel van de lente, zijn wij, zijn zoon Sybrand en ik, niet alleen samen met Jeroen. Op een heel eigen manier neemt ook zijn kist deel aan ons overleg. Prachtig mooi beschilderd staat dit laatste omhulsel voor hem, voor Jeroen, midden in de huiskamer.
Een uniek cadeau van een bevriende kunstenaar. En nu dus in de huiskamer op de Sandrasteeg. Maar de kist ligt daar niet, zoals nu hier in de kerk horizontaal op de grond. Zij staat, is opgericht. En waar in huize Uwe, waar in de Buveburcht, kan het hoofdeind van de kist, als die moet staan, anders steun vinden dan, jawel, aan de bovenste plank van de boekenkast. Al door haar meesterlijke vormgeving is deze kist alles behalve een meubel van de dood of een meubel voor de dood. Maar doordat Jeroen haar zo geplaatst wilde hebben in zijn huiskamer, liet hij mij weer, zoals wel vaker, iets zien dat volstrekt nieuw was voor mij. Ook deze kist, opgericht tegen de boekenkast, heb ik ervaren als nog een keer een metafysisch manifest. Zo heette een van zijn eerste geschriften. Metafysisch manifest. Uiteindelijk kun je ook nog de kist, je eigen kist, kort voordat je zelf moet overlijden, getuigenis laten zijn van metafysica. Hij aanvaardt ook daarmee zijn op handen zijnde laatste verhuizing. Niet alleen bereidwillig, maar met de knipoog van zijn glimlach. En het blijkt wel, ook dit, de laatste verhuizing van ons mensen in de dood, ziet en beleeft hij helemaal anders dan gebruikelijk. Nu, 6 maanden later, herinnert mij de toen opgerichte kist van Jeroen, je zou bijna kunnen zeggen zijn opgestane kist in zijn eigen huiskamer, aan deze zin in de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. Als ge met de gezalfde opgewekt zijt, zoekt dan de dingen die hierboven zijn. Waar de gezalfde is, ter rechterhand van God gezeten. Zoek dan de dingen die hierboven zijn. Wie Jeroen kent, weet wat voor hem, de diep overtuigde metafysicus, de zegen van boven betekent. Niet alleen voor ons mensen, maar voor heel onze aarde en het heelal. Bewust zeg ik, Jeroen wist wat de zegen van boven betekent. Ik zeg niet, hij wist wat het betekende. Want dit is niet over. Dit was zijn overtuiging. Gaat nooit over. Het geloof van mensen in de betekenis van de zegen van boven. We weten dat Jeroen daarvan veel verwachtte. Niet dit of dat, maar alles en nog meer. In elk geval veel meer dan wij ons kunnen voorstellen en kunnen bevatten, als we een woord als dit denken en zeggen, alles. Alles, dit wordt gegeven, dit komt op gang op het ogenblik waarover de eerste zin van de Bijbel zegt, in principio erat verbum, in het begin was het woord. Op 7 maart zegt Jeroen tegen Sivan en mij dat dit de evangelielezing moet zijn tijdens zijn uitvaartliturgie. Want hij is overtuigd, heel zijn leven en daarmee ook zijn levenseinde staat in het teken van deze waarheid.
befat diese Wahrheit und verkündigt ha im Principio erat verbum. Er vertraut erop und verwacht, dass sein Overleiden ihm Zugang geeft na de nieuwe Wirklichkeit, so als Gods Wort von het Beginn, die vor hem soll scheppen. Verder erinnert Jeroen op deze Middag van ons gesprek an de Sinn uit het Scheppingsverhaal en God sagt, dat het goed was. Jeroen maakt ons op de belangrijke rol attent, die het goede in het denken van Plato speelt. Bij deze Griekse wijsgeer is goed de hoogste categorie. Een inzicht dat de kerkelijke visie heeft voorbereid, waarin God verschijnt als summum bonum, als het hoogste goed. Maar, zusters en broeders, nu hier, vandaag, nu staat de kist toch niet meer omhoog. Nu ligt ze toch op de grond. Ja, de gesloten kist geeft aan, de zon van dit gelaat is ondergegaan in deze wereld, voorgoed. Maar het geloof vertrouwt erop. Nu gebeurt er meer dan onze sterfelijke ogen kunnen zien. Nu is, zoals reeds Jesaja de profeet voorzag, nu is de bedekking weggenomen, waarmee overdekt zijn alle volkeren. Zoals Paulus schrijft, ziet Jeroen nu niet meer in een spiegel onduidelijk, maar van aangezicht tot aangezicht. Nu kent hij ten volle, zoals hij zelf gekend is. Wie zou hem dit geluk, deze vervulling, niet gunnen na heel zijn leven met ook zoveel zware ervaringen? Jeroen, je bent heen gegaan kort na middernacht, vlak na het einde van de verjaardag van je zoon Sibrand, die jullie zoals altijd samen hadden gevierd. Jouw heengaan kort na middernacht doet mij denken aan het woord uit het Bijbelse boek Wijsheid. De katholieke kerk heeft dit woord opgenomen in haar kerstliturgie. Er wordt gezegd: terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, toen kwam van zijn koningstroon in de hemel het alvermogend woord van God. Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht in ihres Laufes Mitte stand, da kam vom Himmel herab, vom Königsthron, Gott, dein allmächtiges Wort. Premudrost prosti. Weisheit, mogen alle opstaan. So luidt de oproep in de Byzantijnse liturgie, gezongen door de diaken als die met het evangelieboek uit de iconostase naar het volk toekomt. Premudrost prosti, deze oproep heb ik telkens weer en graag gehoord, toen jij, Jeroen, monnik was in Chevetonje en ik daar als gast kwam. Reeds daar, later in Leeuwarden, Deventer en elders, heb jij als hechte vriend van de wijsheid in ongetelde gesprekken, in je geschriften en in je lezingen deze oproep belichaamd. Premudrost prosti. Je was overtuigd dat het de wijsheid was die jou je filosofie van de Veritas Duplex toevertrouwd had. De leer van de dubbele waarheid.
Denkend aan jou, Jeroen, besef ik dat jij in je leven het mooie woord van Augustinus belichaamd hebt. Gaudium veritatis est vita beata. De vreugde van de waarheid, dat is gelukkig leven. Het Griekse woord filosoof geeft aan: wie zo genoemd wordt, mag liefhebber van de wijsheid zijn. Hij moet wel, hij kan niet anders. En als vriend van de wijsheid ben je bondgenoot van de levende God. Van hem die in het Bijbelse boek Wijsheid vriend van het leven genoemd wordt. Als wij toch meer zouden kunnen gelijken op deze God, vriend van het leven. Als tweede lezing opperde Jeroen in ons gesprek van 7 maart. Laten we ook iets van Paulus lezen. Bijvoorbeeld het verhaal over zijn bezoek aan het hoofdplein midden in de stad Athene, de Areopaag. Ja, Jeroen, als filosoof heb jij eveneens de openbaarheid opgezocht. Zo wilde je iets bijdragen om de samenleving te behoeden, te bewaren, op te bouwen, te vormen. Paulus op de Atheense Areopaag werd niet, we hebben het gehoord, met open armen ontvangen. Zoiets heeft jou, Jeroen, eveneens getroffen en belast. Juist als je kerngedachten van je filosofie naar voren moesten komen, haakten heel wat mensen af. Je kwam reacties tegen, zoals Paulus. Hoe enthousiast wilde die wel niet over het hart van zijn verkondiging spreken, over het geloof in de verrijzenis van Jezus Christus? Dit probeerde hij ook op de Areopaag in Athene. Maar toen Paulus daarover begon, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen. Zoals velen hier heb ik er grote bewondering voor dat jij, Jeroen, je door afwijzing niet uit het veld liet slaan. Trouwens zelfs niet door wat je wel eens wilde noemen, mijn eigen stommiteiten. Als je daarover had, ontstak in je glimlach een bijzondere glinstering. Mijn eigen stommiteiten. Toen ik in het hospice, waar jij zo goed begeleid en verzorgd werd, hier te Deventer, mijn laatste bezoek aan je bracht, Jeroen, heb ik je tegen het eind van ons gesprek een gedicht aangeboden in het Duits. Jij vond het prachtig en je stelde voor dat ik daarmee mijn preek zou kunnen afsluiten. Het is het laatste gedicht in een boekje van Johannes Scheffler, die ook Angelus Silesius genoemd wordt. Hij leefde in de 17e eeuw. Het vers op de laatste bladzijde, is ook afgedrukt op de achterkant van het boekje. Het vers op de laatste bladzijde is het slotwoord van zijn gedichtenbundel, waaraan hij deze naam meegaf: Cherubinischer Wandersmann. Scheffler geeft met dit gedicht een advies aan degenen die het jammer vinden dat het boek al klaar is. En hij geeft het advies aan degenen van zijn lezers die de smaak hebben te pakken gekregen en het liefst door zouden willen gaan met nog een gedicht en nog eentje. Te bedenken, tegen hen zegt hij, Angelus Silesius: Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, so geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen. Vriend, het is ook genoeg, in geval je meer wilt lezen, nou ga en word dan zelf het Schrift.
zelf het wezen. De weg daarnaartoe, naar het wezen, dat voor hem zo belangrijk was, dat hem zo geïntegreerd heeft, zo aangetrokken. Deze weg heeft Jeroen nu helemaal afgelegd. En wij kunnen alleen maar hopen dat wij hem kunnen volgen en eveneens arriveren bij het wezen, het hart van de werkelijkheid. En dat wij ondervinden, het is barmhartig en neemt ons op. Niet de ene of de andere dag, maar eeuwig. Amen. Nu mag ik Gerda, jou en Sybrand vragen voor de voorbeden hier naar voren te komen. Laat ons bidden, God, nu richten wij ons met onze voorbeden tot U, Schepper, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Bid niet voor mij, maar voor de wereld, zei mijn schoonvader. Deze woorden eendachtig bidden wij u voor het Koninklijk Huis en voor de politici, bestuurders en rechters op elk niveau, dat zij een wijs beleid mogen voeren, gebaseerd op een goed oordeelsvermogen, dat zich niet alleen baseert op rationaliteit, maar ook op redelijkheid, zodat het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat en in elkaar kan worden herwonnen. Domine te precemus. Bidden wij voor de Wereldkerk. Dat paus Franciscus erin mogen slagen de door hem ingezette, zeer gedurfde hervormingen van de Romeinse curie met vaste hand door te voeren. Bidden wij ook voor zijn voorganger Benedictus XVI, die de moed heeft gehad zijn beperkingen in te zien en af te treden. Dat de huidige aanpassingen een structureel en blijvend karakter mogen hebben, waardoor het instituut geloofwaardigheid terug mag winnen in de ogen van het volk van God. Dat 500 jaar na de start van de reformatie de kerken meer dan ooit de weg vinden naar elkaar. Domine te precepe. Domine te precepe. Bidden wij voor vluchtelingen overal ter wereld, met name voor de christenen in het Midden-Oosten, de bakermat van het christendom. Dat er een einde komt aan de vernietiging van hun culturele erfgoed en de verdrijving uit hun dorpen en steden. Dat ze weer terug kunnen keren en hun aanwezigheid hervatten. Dat hun vervolgers tot inkeer mogen komen en de achtervolgingen en martelingen staken. Domine te precemus. Domine te precemus. Deo gramus animos. Bidden wij voor het Jezuskind van Jeroen Buve, de Geert Grote Universiteit, dat zij erin mag slagen om vanuit klooster Elsendaal in Boksmeer de theorie
van de Veritas Duplex, de dubbele waarheid, uit te bouwen en de wereld in te sturen. Ter fundering van de democratie en ter vernieuwing van de religie. Dat bidden wij u op voorspraak van haar beschermheiligen Petrus en Paulus, door Christus onze Heer. Domine te preciebus. Domine te preciebus. Want door u hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Wij zijn van uw geslacht. We danken voor Jezus Christus, wiens leven het licht der mensen is, vol genade en waarheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu volgde een collecte. De opbrengst is bestemd voor misintenties voor Jeroen Buve, als mede voor de voortzetting van het pastoraal werk in deze parochie. Hagamos Dominus.
Dit is mijn bloed,
dat voor u en alle mensen wordt verfolten. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Dames en heren, aan het einde bijna gekomen van deze viering is er nog een korte toespraak. En wel door een natuurkundige. Dat leek ons nou eens iets anders. En niet zomaar een natuurkundige, oud Delftenaar, zal ik maar even zeggen. Ingenieur Godfried Kruitzer. Die als eerste de eer kreeg om honorair fellow van het Rudolf von Laun Instituut te worden. Nu 2 jaar geleden. En hij heeft ons verzoek om iets te zeggen.
vanmiddag aanvaard. En ik wil hem dan nu ook even graag uitnodigen om naar voren te komen. En voordat hij hier is... Nee, ik doe het even anders. We gaan eerst hem aan het woord laten, dat lijkt mij. Heel goed. Dan sluit ik na zijn verhaal af met wat praktische mededelingen. Dan zijn die dan nog vers. Broeders en zusters in Christus, ik ben nog wel een beter man, maar ik heb mijn woordje voorbereid in de geest, zoals we hier vandaag zijn. En wij zijn God en elkaar dankbaar dat wij hier vandaag samen mogen zijn. Kerk zit ook. Ubi Caritas et Amo Deum Ibi Est. En daarmee komt het Veritas Duplex, dubbele waarheid, al direct daarboven. We zitten hier in een kerkgebouw. We zijn zelf maar mensen. Maar wat zien we gebeuren? God aanwezig is. Andere woorden, dit gebouw wordt Gods huis. Dat is de Veritas Duplex. In. Met andere woorden, je hebt twee wereldbeelden. Het ene is fysisch. Het is waarneembaar, zie ik duidelijk. Het is voorstelbaar. Maar er is ook een wereld die alleen maar metafysisch waarneembaar is. Toch onvoorstelbaar. De fysische wereld wordt geregeerd door de ratio. Metafysische wereld. De reden. De reden. En nou komen de mooie voorbeelden. Daarvan dat we moeten er eens goed over nadenken dat het wezen van de Eucharistie, zoals dat hier wordt uitgesproken, is een codificering, is een voorstelbaar iets. Het verhaal, het wezen van die Eucharistie wordt gevormd door het Emmausverhaal. U vergeeft, Jeroen, die geeft nog andere voorbeelden. Ware democratie, het wezen van een democratie, is dat meerderheidsbesluiten weer die codificeren. Dat er daarbij rekening wordt gehouden met de minderheid. Ook bij een zorgverzekeringswet, weer codificering, fysisch voorspelbaar, moet ook voorstelbaar zijn, maar dat er te weinig rekening wordt gehouden met zwakkere in de samenleving. Dat is een tendens, die zet zich voort, maar die zal veel eerder worden. Beta-wetenschappen heeft men de metafysica nooit herkend. Heeft men gezegd, dat is niks, dat bestaat. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. Want als je erover nadenkt, en correspondeert met mensen die veel knapper zijn dan ik, want ik heb nergens verstand van, dan denk je bij jezelf, ja, dan proef je toch wel dat er nu een verandering gaande is. Met name over de vraagstukken van leven, bewustzijn, ja, wat is het leven, wat is het bewustzijn. En het blijkt ook, of dan zijn sommige natuurkundigen die al denken, dat de zogenaamde oerknal, Belgische priester Lemaitre, dat die oerknal eigenlijk iets anders is. Die oerknal is informatietheorie.
wiskunde. Dus die informatie die heeft eeuwig en altijd bestaan. En ook het leven en het bewustzijn die hebben altijd bestaan. Augustinus zegt, het vergaat niet en het ontstaat niet. In tegenstelling tot het fysische gebeuren wat ontstaat en vergaat. Met andere woorden, leven, bewustzijn, wiskunde, informatie, ja, die zijn eeuwig. Die hebben altijd bestaan. Ik hoop daarmee vanuit mijn beetje bijdrachtig u duidelijk hebben gemaakt wat nou die veritas toekletst of die dubbele waarheid inhoudt. Ik hoop dat dat gelukt is. Maar ik wou er nog wat aan toevoegen. We zijn niet alleen droef vandaag, we zijn ook vreugde. Ik wou ook wel een vrolijk verhaal vertellen. Zo hier naar die tegenvloer kijken in die kerk. De namen staan van de overledenen die hier begraven zijn. Dan moet ik denken aan Wenen. Die Wenen is de grote graftombe van de Habsburgers. Beheerd door de paters Kapucijnen. De meest eenvoudige kloosterlingen die er zijn. De meest nederig. Gaat er een stoet door Wenen. Klopt, de ceremoniemeester komt aan. Bij de deur van de kerk. Hier komt de aartshertog. Laat de kapucijn achter de deur. Die kennen we niet. Dan. Dus dan zegt de ceremoniemeester, die geeft een iets mindere titel. Zegt hier komt hertogdag. Zegt de kapucijn, die kennen we niet. Dan. Ceremoniemeester, die komt Otto van Habsburg, een zoon daaruit. Zegt de waterkapucijn, komt dan binnen. Dat geldt natuurlijk Jeroen, dat geldt voor mij en dat geldt voor iedereen. We zijn natuurlijk uiteindelijk ook zondaar. Wees, jij niet meer, je bent boven, maar wij nog wel, we zitten hier nog beneden. En ja, dat is een beetje moeilijk. En dan denk je zelf wel eens na als je een beetje ouder wordt over de dood. Natuurlijk. Nou, ik vind het niet erg om dood te gaan, maar je denkt er wel over na. Drink je kennelijk even toch op. En heb ik daar een truc op dacht. Een truc. Ik heb een huissleutel. Een huissleutel. Er zit een kruis. Denkt u, waarom doet iemand dat? Hele kinderlijke, simpele, onnozele reden. Als ik dan bij de hemelpoort kom, zegt Petrus tegen mij, loopt u maar door, want u hebt de sleutel. Dus ja, ik hoop, Jeroen, dat dat jou ook zo vergaan is. We hebben afscheid genomen van elkaar en we hebben gezegd tegen elkaar, maar later wel weer tegen. Oké? Laten we haar zo denken. Ik dank u. Achter in deze kerk een overheerlijke koffietafel met appeltaart. Daarom ga ik het nu niet meer te lang maken. Het is tekenend voor mijn vader dat hij ons de opdracht heeft gegeven. Ja. Om ook dat soort details natuurlijk te regelen. Want zijn adagium was, ik hoef niet over mijn graf heen te regeren, maar wel tot aan de rand. Dat hebben wij geweten. Dus alles wat u deze dagen zo ziet, dat is allemaal tot in detail met hem doorgenomen. Iets waar hij een enorme hekel aan had. Hij had al veel dingen in Nederland een hekel. Maar waar hij echt een hekel aan had, dat was die Nederlandse uitvaarten in crematoria. Waarbij je dan alleen een lauw kopje koffie krijgt.
Ik ben daar ook eens geweest. Ik wilde net, ik was een beetje aan de late kant bij zo'n uitvaart. Ik wil net een koekje nog. Haalt die mevrouw dat weg? Nee, dat is voor de volgende. Nou, dat willen we u niet aandoen, dat begrijpt u. Dus geheel in geest van mijn vader is er ruim voldoende. Ik heb begrepen dat wij 400 stukken appeltaart hebben. Dus dan is er in elk geval meer dan het aantal stoelen hier in de kerk. Dus dat moet helemaal goed komen. U hoeft dus niet te dringen. Het komt allemaal goed. U krijgt allemaal. De man was, het was zo geestig eigenlijk. En hij was zo, als vader heeft hij mijn broer en mij altijd geïnspireerd door. Hij was eigenlijk het vlees geworden non-conformisme. Hij hield ontzettend van zoiets als dit vandaag, hè? Een echte Gregoriaanse mis. Maar u weet, degenen die hem kennen, weten dat hij in het dagelijks leven alles behalve in een bepaald keurslijf zich liet manoeuvreren. En ja, dat heeft natuurlijk ook veel onbegrip en soms zelfs vijandschap opgeleverd van mensen, daar kun je gewoon, we wisten toen wij als kinderen op school de ouderavond hadden, dan wist mijn ouders gewoon, mijn vader moet niet naar mevrouw van den Ham. Want mevrouw van den Ham, die gaat helemaal door het lint. Als mijn vader daar met zijn pet op altijd blijft zitten, ook binnen, want hij heeft altijd een pet op. Maar dat kan sommige mensen geweldig ergeren. Je hoort gewoon binnen geen pet op te hebben als man. Maar ja, het was voor hem gewoon een lichaamsonderdeel. Nou ja, dat soort dingen, dat is gewoon een leven lang zijn wij daardoor eigenlijk gevormd. En zijn mijn broer en ik dus eigenlijk daar ook wel door getekend om in positieve zin. Ik heb natuurlijk vele condolences mogen ontvangen uit binnen- en buitenland. Eén daarvan kwam van zijn oude studievriend in Heidelberg, in de rechten, Heino Speer. En deze man zei mij: "Ihr vader is der ungewöhnlichste Mensch, die ich in meinem ganzen Leben begegnet bin. Und das meine ich in positiven Sinn." Nou, als het neefje van Albert Speer jou dat zegt, dat betekent nogal wat. Die is nogal wat vreemde mensen natuurlijk in zijn leven tegengekomen. Het tekent hem. Hij is het optimisme ook in persoon. Terwijl er natuurlijk, als men het wel beschouwt, is het natuurlijk een catalogus aan mislukkingen hier ook in zijn leven aanwezig. Een boulevard of broken dreams, zoals de Engelsen het zeggen. Het is, men denkt ook, wat is het nou in Deventer? Het is niet gelukt met de Geert Groot Universiteit. Abdij Sion, het is niet gelukt. Dan gaan ze naar Kampen. Ook een totale misrekening. Ook al zijn we heel blij dat er ook goede dingen uit voortgekomen zijn. Getuigen het feit dat hier enkele studenten uit Kampen aanwezig zijn. Die zeer, laten we zeggen, met wie mijn vader zeer vruchtbaar heeft gediscussieerd. En die daar ook veel van hebben opgestoken. Anders zouden ze hier ook niet komen. Dus het lijkt wel alsof al die omwegen die mijn vader heeft bewandeld toch ergens goed voor zijn geweest. Ook al is het op het eerste gezicht bijna, bijna hilarisch af en toe wat we allemaal hebben meegemaakt met de Geert Groot Universiteit. Ik denk dat het ook zo heeft moeten zijn. Dat het, laten we zeggen, zoiets als Klooster Sion, dat het niet door is gegaan. Het heeft hem enorm, dat soort tegenslagen, dat heeft echt enorm geraakt. Met name Klooster Sion, maar ook Kampen. Daar was hij toch af en toe even bijna de wanhoop nabij. Maar wanhopen, dat lag toch niet in zijn haar. Dus hij zag altijd weer licht aan het eind van de tunnel. Dat was een soort gave die hij had en die wij, mijn broer en ik, zoveel mogelijk van hem proberen over te nemen. We proberen zoveel mogelijk ons daar door te laten inspireren. Hij kreeg in januari van dit jaar te horen dat zijn oude pancreaskanker was teruggekeerd. De dokter zei, nou, u heeft nog maximaal 3 maanden te leven. Nou, dat was dus januari. Dus wij dachten dat wij u
zouden uitnodigen hier op Basel voor de uitvaart. Nou ja, het is uiteindelijk in september geworden dat u hier komt. Dus hij wist dat hij in de reservetijd leefde, hij zei zelf in de blessuretijd. Maar tegelijk zei hij ons, en ook anderen die hem nog bezochten, want heel veel mensen hebben hem nog bezocht in die laatste maanden. Hij zei, ja, dit is de gelukkigste tijd van mijn leven. En die zusters in het hospice, die vielen bijna achterover van verbazing. Maar zo meende hij dat echt. Hij vond het echt iemand die dus uitteerde, die steeds magerder werd door de ziekte, dat hij toch een bepaald soort bijna onwerkelijk optimisme hield. En ook nog allerlei mensen sprak, nog een boek afmaakte, nee, nog zelfs twee. Een boek over God in de democratie. En in het hospice geschreven zijn autobiografie, Een onverantwoord leven, geheten. De uitgever daarvan, De Blauwe Tijger, staat aan het eind van de kerk. Straks kunt u daar een brochure van meenemen of daar zelfs voor intekenen. Dat boek verschijnt deze herfst. En dat wilde hij nooit schrijven, zoiets. Hij zei altijd, nee, ik moet mijn tijd aan de filosofie besteden. Dat is zonde van mijn tijd. Maar wij als kinderen hebben er altijd op aangedrongen. Hè, pap, dat moet je doen. Paul Cliteur, ook niet de minste, heeft hem gezegd, Jeroen, je hebt zo'n bijzonder leven gehad. Je hebt zoveel bijzondere mensen ontmoet. Je moet dat opschrijven. Dat ben je aan toekomstige generaties verplicht. Nou, toen heeft hij dat uiteindelijk, toen hij in het hospice het inderdaad wat minder druk kreeg en het laatste filosofische boek was afgerond, toen heeft hij zich daaraan gaan zetten en heeft hij integraal in dat hospice dat boek geschreven en ook nog afgekregen. En toen hij hoorde van ons dat mijn broer en ik min of meer bij toeval, maar wat heet toeval, een klooster vonden wat we helemaal niet zochten. Nou ja, dat is dan reflexieve serendipiteit, zullen we maar zeggen. Je zoekt het een en je vindt het ander. We zochten klooster A en we vonden klooster B. En dat heeft hem zo geweldig gegeven dat hij helemaal opleefde. En dat hij ook nog echt dat klooster wilde bekijken, ofschoon het medisch al helemaal niet meer verantwoord was. Twee dagen tevoren dacht de zuster nog, ja, dit kan, dit kunnen we eigenlijk niet doen. Maar toen dacht ze, zuster Anneke was een struisen Twentse zuster, die denkt, we zien wel waar het schip strandt, we doen het gewoon. Zij met een hele grote tas met allerlei medische toestanden mee in de auto. En een hele vriend van ons heeft een hele mooie auto ons geleend, die zo, laten we zeggen, elektrisch is en waarmee je nauwelijks merkt dat je in een auto zit. Want hij moest het natuurlijk niet in mijn golfje doen, dat leek me geen goed idee. En toen is hij daarheen vervoerd. Die zuster heeft die hele tas niet nodig gehad. Eén pakje voor een bouillonnetje. En dat was het. En wij zijn grandioos ontvangen door het echtpaar Verdonschot, ook hier aanwezig in de kerk. Die hebben hem daar een fantastische middag bezorgd. We hebben kunnen wandelen door het park, door de gangen, door de kapel, de refter, een heerlijke lunch gehad, afgestemd op wat hij nog kon hebben, mosterdsoepje. En toen, na afloop van die dag, zei hij tegen ons, ja, voor mij was dit Napels zien en sterven. En dit, dames en heren, was 18 augustus. 10 dagen later, zeg maar de 10 dagen daarna, is hij eigenlijk niet meer het bed uit geweest. Maar hij had geen tot weinig pijn en bleef helder van geest. Iets waar ik zelf ook altijd voor gebeden heb, wat je iedereen eigenlijk zou toewensen, dat je helder blijft tot het eind en toch geen pijn hebt. En dat is gebeurd. En ik zei, dat heeft priester Zoermoed ook al eventjes gememoreerd, pap, je gaat niet hemelen op mijn verjaardag. En zelfs dat wordt nog ingewilligd door inderdaad 50 minuten na mijn verjaardag te overlijden. In alle sereniteit. Een zuster klopte om, we hadden nog een wijntje gedronken s'avonds. Mijn broer was nog langs geweest in het hospice. Ik,
ik overnachtte daar al een aantal nachten. En nou, mijn vader heeft nog een wijntje, een moezelwijntje gekregen. Wat hij met een rietje dan kon drinken. Want vasthouden was allemaal moeilijk. Telefoon vasthouden ging altijd niet meer. Helemaal algehele verzwakking. Hij was echt op. Echt een voltooid leven. In de goede zin van het woord. Hij was echt op, maar mentaal nog helemaal goed. En hij is gaan slapen. En ik ben met zuster Anneke nog even... Ik zeg nou, zuster, het is 11:45. Ik ben nog een kwartier jarig. Komt u met mij een stukje taart eten? Nou, dat hebben we gedaan als een voeteind. Hij is gaan slapen. En ik ben naar bed gegaan om 11:45. Een paar deuren verderop. En ik ben gaan s'avonds bij mijn avondgebed heb ik gebeden voor een goede hemelvaart van mijn vader. Niet weten dat het zo abrupt zou worden verhoord. Want om 1:00 klopte de zuster op de deur. Uw vader is overleden, 5 minuten geleden. Om half één ben ik nog wezen kijken, toen sliep hij. En in dezelfde houding trof ik hem aan om 12:55. En toen was hij ontslapen. Geen kramp, geen nare doodstrijd. Niet dat hij nog een alarmknop had willen pakken. Helemaal niet. Gewoon zo ontslapen. Precies op de manier zoals ze hem slapend eerder had aangetroffen. Nou, een vriend van mij zei dat is echt een zegen. Als je zo kunt gaan, ja, zo ervaren we het ook wel. Dus daarom zijn we niet eens zo droevig. Ja, we zullen natuurlijk nog wel heel ontzettend gaan missen. Dat weet ik zeker. Die klap komt nog wel. Maar ergens zei ik ook tegen die zuster, ja, het is gewoon zo mooi zoals het is gegaan. Het is eigenlijk, het kan eigenlijk niet mooier. En nou, dat vind ik toch wel iets om... Inderdaad, dat zie ik wel als een geschenk, dat het zo is gegaan. En het past ook wel bij deze heel bijzondere man, die zijn leven lang zich eigenlijk door ideeën liet leiden en daarmee veel skepsis opriep, maar toch altijd bleef geloven in de ideeën die hij voor zich zag en ook de waarde ervan voor u en mij, voor allemaal, de waarde ervan voor de toekomst. Dus hij zei mij ook wel eens, pas als ik dood ben, wordt het voor jullie echt druk. Dan gaat het pas echt beginnen. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Want het is dan mijn broer en mij de taak, samen met vele bondgenoten, om die Geert Grote Universiteit, gestoeld op die filosofie, die echt vernieuwende filosofie van de dubbele waarheid, om die verder voor te zetten. En ik hoop dat het ons lukt om dat dus in Boksmeer te doen. Nou, dames en heren, ik vind dat ik alweer veel te veel heb gesproken. De appeltaarten staan klaar, maar er moeten nog enkele liturgische plechtigheden worden vervuld om deze Gregoriaanse viering helemaal af te ronden. Dus wij gaan dat eerst doen, heel praktisch gezien. Straks, na de absolute, zoals dat heet, hè, de laatste zegeningen, wordt de kist dus weggedragen door de Vigilianen, een sociëteit waar mijn vader erelid van was. En dan zal hij dus zo de kerk tussen u, hè, we gaan dan staan en dan wordt hij weggedragen. Maar dan gaan wij daar niet achteraan. Dus wij blijven hier in de kerk. Mijn familie zal zich hier opstellen. Dan is er gelegenheid om ons te condoleren. En daarna kunt u gewoon, of daarvoor, als u denkt dat duurt me te lang, dan gaat u gewoon naar de koffie en de appeltaart, waar zeer aardige dames zijn om u even daarbij te helpen. Dus laten we het zo afspreken. Dank u wel.
ons voor een reunie verzamelde. En dat deden we de laatste jaren frequenter dan wel eerder. Dan keken wij naar Jeroen, luisterden naar zijn verhalen. En wij deden dat met verwondering, maar met een even grote bewondering. Wij zijn gewoon om als klasgenoten, althans voor zover die aanwezig zijn bij de uitvaart, ons te verzamelen rondom de kist en het Imanus Tuus Domine te zingen. Dat is een gebed uit het kerkelijk avondgebed. In uw handen, Heer, leg ik mijn geest. Gij zijt mijn God, mijn verlosser. Mag ik degenen die er zijn uitnodigen? Broeders en zusters, voordat wij van hierheen gaan, willen wij nog één keer eer brengen aan onze medemens Jeroen Dominicus Jozef Buve. Om recht te doen aan zijn leven en sterven, zullen wij zijn dode lichaam besprenkelen met wijwater en het met wierook zegenen. Zijn lichaam is ons zo lang vertrouwd geweest, zijn bezielde leven was ons dierbaar. We eren dit lichaam als Gods scheppingswerk. Gods adem, Gods liefde heeft in deze mens geleefd. God zal zijn eigen scheppingswerk niet voor goed verloren laten gaan. Zijn naam spreken wij hier met eerbied en genegenheid uit en wij bidden. Goede God, herinner u zijn naam die hij van mensen heeft ontvangen en waarin hij wordt gekend, ook al is hij gestorven. De naam die u geschreven hebt in de palm van uw hand. Eerst klonk bij de doop. Het water tekenen we je nu je leven voltooid is.
Jeroen, we omringen je met wie ook. Zoals we je met zorg en liefde hebben omgeven tijdens je leven. Zoals deze rook opstijgt tot de levende God, zo gaan onze gebeden en gedachten met jou mee. Levende God, wij bevelen deze gestorven mens bij u aan. U hebt zijn geboorte gewild, hebt zijn leven gezegend. Wij danken u voor alle warmte die van hem is uitgegaan en voor het goede dat hij heeft gebracht. Geef hem nu vrede en toekomst bij u. Amen. Oh.